Wat zullen we doen? We moeten iets met slijmen, dat is populair. Iets met veel kleuren, unicorns, regenboog. Misschien poep. Spuughuilplas, verander van kleur. Spuughuilplas, verander van kleur. Klinkt als de gemiddelde zaterdagavond. Nieuwe karakters, verzamel ze allemaal. Verzamel ze allemaal! Sorry. En... oh, je ziet mijn trui niet. De beste speelgoedreclames hebben ten eerste een soort what the fuck gehalte. Dat je denkt, hoe is dit ooit in een brainstorm tot stand gekomen? Ten tweede hebben ze een goed liedje. En ten derde vind ik het tof als je als 35-jarige man toch denkt, fuck, dit moet ik hebben. Ik heb een paar dingen zien langskomen en die heb ik opgeschreven. En we gaan even zoeken of we daar de filmpjes bij kunnen vinden. En natuurlijk is de grote hype van dit jaar slijm. Wat ik op zich al een dubieus soort speelgoed vind. Maar ik zag reclame van Glam Goo. How do you glam goo? Glam goo. So you, girl, how do you glam goo? Cloud crunch. Nog crunchier. Crunch. Unicorn tears. Unicorn tears. Glam goo is here, dat zo bling. Slijm met bling. Maak slijm fashionable met glam goo. Inclusief slijm. How do you glam goo? Maak slijm fashionable. Ik vond het wel een lekker nummertje, maar geen topper hoor. Het is tegenwoordig moeilijk om de originele reclames te vinden, omdat je alleen maar van die volwassen speelgoeduitpakvloggers krijgt. Dit is de Kiddie Superstar. En volgens mij heb ik die opgeschreven vanwege het liedje. Yeah! Dit is een Nederlandse, denk ik. Kiddie Superstar. Dit is het moment, ontdek jouw talent. Kom op en doe je ding. Dans en zing. Met de coole microfoon en het disco licht. Yeah! Oh, 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 oh. Jij stelt de show. Wordt een echte ster. Met de Kiddie Superstar. Hallo everybody. Nee, stop. Dit is een typisch voorbeeld van een reclame die ik zelf vroeger heel vet had gevonden en meteen had gezegd dat wil ik hebben. Maar wat zingen ze nou aan het begin? Dit is het moment om met jouw talent. Dit is het moment om met jouw talent. Kom op en doe je ding. Dit is het moment om met jouw talent. Kom op en doe je ding. Om met jouw talent wat? Er is iets fout gegaan in de vertaling, denk ik. Ik weet niet of je bekend bent met het fenomeen LOL Surprise. Ik zie er wel eens reclames van langskomen. Ik heb nog steeds geen idee wat het is, want het wordt totaal niet uitgelegd in die video's. Maar er is nu een nieuwe editie, die heet LOL Surprise Pets. En er zitten allemaal schattige huisdieren in, daarom bleef ik kijken. En toen raakte ik gefascineerd door hoe gek het is vertaald. Er rijmt niks, de klemtonen kloppen eigenlijk niet echt. En er gebeurt ook nog iets heel raars met de beat, let op. LOL Surprise Pets! Welk diertje wil jij? De leukste diertjes die je kent. LOL Surprise Pets! Schoentjes! LOL Surprise! Spuug, huil, plas, verander van kleur. Welkom bij de familie! LOL Surprise Pets! 35 nieuwe karakters! Verzamel ze allemaal! Verzamel ze allemaal! Sorry, het is ongelooflijk wat er in 20 seconden zit aan beelden en kinderen en muziek en schreeuwende voice-over. En er gebeurt dus iets. Let op wat er in die beat gebeurt. De snare en de kick veranderen van plek. LOL Surprise Pets! Welk diertje wil jij? De leukste diertjes die je kent. In het zand, wat zit erin? Schoentjes! LOL Surprise! Spuug, huil, plas, verander van kleur. Spuug, huil, plas, verander van kleur. Klinkt als de gemiddelde zaterdagavond. Oké, en dan nu de aller raarste, die heb ik voor het laatst bewaard. Ik moest hier echt even van bijkomen toen ik dit had gezien. Maar toen heb ik het er met een paar kinderen over gehad. En toen bleek het super bekend te zijn en super populair te zijn. Ook heel duur te zijn vooral. Het is echt opmerkelijk hoe slecht ik nu die commercials kan vinden. Want vorig jaar ging het makkelijk. En nu zijn er alleen maar unboxing video's en slime video's en ouders die hun kinderen dwingen om een YouTube kanaal te runnen waarbij ze speelgoed uitpakken. Hallo allemaal. Poepsie slime. Oké, dit is de Engelse. Je hoorde al een stukje van de epische liedje wat erbij zit. Dat doen ze wel knap, er zitten altijd lekkere nummertjes bij. Poepsie Slime Surprise. Het is dus eenhoorn poep. Het liedje is letterlijk Poepsie Slime Surprise, my poep. Which poo do you make? En dan doe je die eenhoorn poep in een sleutelhanger. It's insane. Toch nog even de Nederlandse zoeken. Een andere reclame van hetzelfde spul. Poepsie, 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 poepsie surprise unicorn. My slime is divine. My slime is divine. Yes. Mensen moeten zo'n lol gehad hebben toen ze dit bedachten, toch? Wat zullen we eens doen? We moeten iets met slijmen, dat is populair. Iets met veel kleuren, unicorns, regenboog. Misschien poep. Ik wil die Nederlandse vinden. Hoi, leuk dat jij een
poopsy slime video bij mij komt kijken. Well, today we have a very poopy surprise. En deze heeft te maken met unicorns, slime en poep. Oeh, dat wordt natuurlijk... Ah, dit is de Nederlandse. Die is nog leuker omdat het nog duidelijker is dat het over poep gaat. Poep. Poopsy slime surprise. My boobs, my boobs, my poops. Dus het klinkt ook alsof ze my boobs, my boobs, my boobs zingt. Nog een keer. Poopsy slime surprise. My boobs, my boobs, my poops. Wat is de scoop? Yeah. Maak magic unicorn poop. Yeah. Unicorn food, flesje met geur, voeg water toe en schud. Poopsy slime surprise. Unicorn magic, andere kleur. Vind de zeldzame glitter. Poopsy slime surprise, met 10 verrassingen. Zeldzame glitter, dat is dan weer, dat loopt toch voor geen meter. Lijkt me dus echt heel leuk om dat soort liedjes te maken voor reclames, maar... Lijkt me vreselijk om ze te moeten vertalen, want zo te horen is er geen budget voor iemand die een fatsoenlijke zin kan maken. Goed, dat waren de reclames voor dit jaar. Als jij nog leuke suggesties hebt, laat het vooral weten in de reacties.